De tafel kan op verschillende manieren gedekt worden. Zo dekken de Fransen gesloten, dus met vork en lepel naar beneden. Doen de Engelsen en ook de Nederlanders open met de lepel en de vorkpunten omhoog. En stellen de Duitsers en de Oostenrijkers het tafelzilver rechts van het bord op. Maar overal gold aan de dis de regel, één mes, vork en lepel volstaat. Maar ook heel weinig bestek, hè? Dus zeker niet die hele rits die we nu kennen van het oestervorkje en al die specialistische visbestek is pas heel laat ontstaan. Ik begrijp dat de Engelsen, als je in Engeland bij een oude familie een vismes vraagt, dat je jezelf onsterfelijk belachelijk maakt. Onsterfelijk belachelijk, omdat je gewoon ook met het bestek wat je al hebt kan eten. Yeah. Alleen is het natuurlijk vies als je vis eet en daarna weer vlees mee. Maar dat was geen probleem, want je had heel veel bediendes die wisselden dat. En dan is het moment daar, aan tafel. Pak ik eerst die servet. Helemaal eruit. Ja, maar niet nog eens als een heel tafelkleed. Nee. Dus eigenlijk een enkel gevouwen laagje zo. Gevouwen laagje. Ja. Niet op één been. Nee, dat kan echt niet hoor. Maar hoe ging het er bij die nette families precies aan toe? À la française betekent dat alle schotels al op tafel stonden. En bij de Russische manier werden de gerechten door de bedienden geserveerd. De wijn werd altijd voor je ingeschonken. Ja, jouw bediende zorgde ook dat jij te drinken kreeg. En soms was hij tegelijkertijd ook de koetsier. Dus je kwam dan met z'n tweeën. Mm-hmm. En je had gewoon een bediende altijd nodig. Ik wil dat zeggen, ja. Maar dan had je dus allemaal verschillende... Dat kennen wij niet meer zo. Uniformen, verschillende lieverijen. Ja, het was gewoon een rommeltje van ontzettend veel mensen die heen en weer... Van personeel, ja. Bij de familie van Loon hangt nog een echt livrei van de bediendes van ooit. Gedecoreerd met het familiewapen in de familiekleur geel. En die rug die moet recht blijven? Ja, je leunde niet. Het grappige is, je ziet kinderen vaak op afbeeldingen... Die zitten dan op stoeltjes zonder rugleuning. Die moeten leren dat ze dat niet... Je mag niet, want dat is te casual, dat is te relaxed. Ja, je zit dus je zit de hele avond zit je zo, nou, gezellig jongens, comfortabel. Ja. We gaan er even vanuit dat ik nu de... Ja, het is een idiote gedachte, maar dat ik de belangrijkste figuur aan tafel ben. Maar dat bent u natuurlijk eigenlijk. De belangrijkste vrouw zit op rechts. Mm-hmm. Dus ik begin gesprekjes met u. Ja. Maar wat doe ik dan met deze dame die onderwijl natuurlijk toch onder een tafelkleed aan mee zit? Hoe kan ik dat in de hand houden? Met de voetjes zo. Oh ja, dat mag toch? Of even met de overkant? Dat kan ook. Maar dit is een hele brede tafel. Oh, ja. Ja, bij een smalle tafel kan dat makkelijk met de knieën. Ja. En wees waakzaam. Zeker bij het kerstdiner kan een kleine faux pas grote gevolgen hebben voor het humeur van de schoonfamilie. En het ergste wat er dan kon gebeuren, dat natuurlijk het eten er afvalt. En dan bevlekte je dus het tafellaken van de gastvrouw. Dat is ernstig. Ja? Nog erger was natuurlijk als dat op je schoot viel. Maar het allerergste, dat wordt echt zo beschreven in die boek, is als natuurlijk de kleding van je gast, van je tafeldame. Ja, of even dat glas rode wijn zo, boom. Of, precies. Dus, dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. Zeg, als we klaar zijn met eten, hoe zeg je dat ook alweer? We zijn uitgegeten. Zo niet, jongens, is het vol. Wat zeg je dan? Wat doe je, godsnaam, ik weet het niet. Hey, jongens, ik kan niet meer, ik zit vol. Als de koningin klaar is met eten en ze staat op, dan moet je dus zo. Meteen... Dan zeg je, jongens, ik kan niet meer, hoor. Ja, zo? Nee? Nou, kijk, als je in de tijd dat je je eigen bediende bij je had... Ja? Dan gaf je die een wenk en dan haalde die je bordje weg. Ja, maar wat zeg je dan? Dan komt er weer een gangetje... of dan is er weer zo'n lakei die probeert jou nog een hapje te geven... en dan wil je en dan bedank je. Ja, dan bedank je. Maar ga niet zeggen, ik zit vol. Nee. Nee, pas op. Nou. Ja.